Televisie maken kost tijd, want niet alleen moeten verslaggevers op pad gestuurd worden, die komen natuurlijk ook terug met het materiaal, moeten dat monteren. Want 1 minuut televisie is wel 1 uur montage. Nou, als dat allemaal gedaan is en de teksten zijn gecheckt en iedereen weet waar hij aan toe is, dan gaan we de uitzending in. En dat gebeurt vanuit hier, de regie. Hier zijn ze nu bezig met een uitzending. Zeg maar de keuken van onze televisieuitzendingen. Nou, dan hebben we hier de chef-kok, dat is de regisseur. En die zorgt ervoor dat iedereen wordt aangestuurd. En hij bedient ook alle knoppen zelf. Hij heeft daar verder geen assistent voor. Dit is degene die de autocue draait, zoals wij dat noemen. Dat is de tekst van de presentator. Dat kun je ook zien daar. Dat de presentator dan meeleest. En zij moet het ook zorgen dat dat op tempo gebeurt hoe de presentator het verhaal wil vertellen. Nou, dan hebben we ook nog een audiotechnicus. Die zit hier. Die zorgt ervoor dat het geluid allemaal goed te horen is. En dan hebben we nog iemand die heel inhoudelijk over de uitzending gaat. En dat is hier Amber, dat is de samensteller van de uitzending. Die heeft ook gezorgd dat de verslaggevers op pad zijn gestuurd. En dat het hele verhaal dus klopt, want het is wel nieuws wat we maken. En dan de presentator, die staat in de studio het verhaal te vertellen.